Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Lieneke van de Grint. Hi. Hi, welkom. Ja, dank je. Nou, we gaan het nog een keer hebben over het geweldige boek van jou, Studeren wij medicijnen of geneeskunde? Een nieuwe kijk op de aanpak van chronische aandoeningen. Nou, we zijn al een keer de diepte ingegaan, maar nu gaan we hoofdstuk 5 zitten. Ja. Uit jouw boek even goed uitdiepen, de darmmicrobioom. Ja. Ja. Wat is het? Ja, wat is dat eigenlijk? Nou, dat is het geheel aan micro-organismen wat zich in die darm bevindt. En wat zit daar dan? Nou, bacteriën, virussen, schimmels, bacteriofagen en een archaea, dus zo noemen we dat, maar dat is eigenlijk een eencellige zonder celkern. Dus verschillende soorten micro-organismen. En al die micro-organismen bij elkaar noemen we de gezonde darmflora, zou je kunnen zeggen. Maar met een duur woord heet dat dan het darmmicrobioom. Maar hoe groot is het? Een soort mini-stadje in je? Of ja, dat zijn wel 100 triljoen cellen. 100 triljoen? Ja, 100 triljoen. Het zijn 1000 of meer stammen. Ja. Verschillende stammen. En het zijn veel meer cellen dan wij zelf hebben. Dus 100 triljoen. Dat is een 1 met 20 nullen erachter. Maar als het meer is, dan is de vraag, wie is dan de gast? Ja, zo kun je zeggen, ja, wie is eigenlijk de gast en wie is de gastheer? Hè? Want bevinden wij ons nou om al die bacteriën en schimmels heen? Of zitten zij in ons? Ja. Mooie filosoof. Zij zijn met meer in ieder geval. Ja, zij zijn met meer. Hoeveel weegt het? Ongeveer 1 tot 2 kilo. 2% van iemands lichaamsgewicht bestaat uit microbioom. Van de darm. En dan is er ook nog een microbioom van de huid en van de vagina en andere slijmvliezen. Ja. Maar we hebben het nu echt over de darm. Over darmen, ja. Daar proberen we ook bij te blijven, want ja, dat is belangrijk. Er is zoveel te leren. Waarom is het zo belangrijk? Omdat er een relatie blijkt te bestaan tussen dat darmmicrobioom en onze gezondheid. Dus veel chronische aandoeningen worden geassocieerd met de aanwezigheid van stammen. Laten we ons beperken even tot de bacteriën, want daar weten we eigenlijk het meeste van. En dat is dus heel interessant, daar is vrij veel onderzoek naar gedaan. Ja, maar je zegt even in een bijzin, we weten ook nog steeds heel veel niet, hè? Ja, dat klopt. Ja, we weten heel veel niet. We weten eigenlijk pas sinds een jaar of 150 dat we zelf DNA hebben. En dat DNA codeert voor eiwitten. En waarom is dat belangrijk? Nou, omdat onze stofwisseling bestaat uit het omzetten van het ene stofje in het andere. En dat gebeurt door een enzym. En dat enzym is een eiwit. En als die enzymen er niet zijn, dan zouden we niet functioneren. Dus ons DNA codeert voor al die eiwitjes. En dus het is fijn dat we weten dat zo is. Maar sinds een jaar of 65, denk ik, hebben we pas voor het eerst een heel eiwit kunnen coderen. Dat was het insuline, het hormoon insuline, hebben we in kaart kunnen brengen. Ja. Hoe is dat opgebouwd? En vervolgens hebben we... Blijkt nu een heel belangrijke informatie te zijn. Ja, precies. En vervolgens leerden we een heel virus te ontrafelen. En dat was allemaal handwerk nog. Dat ging echt... Moesten we met de hand die codes boven tafel zien te krijgen. Ja, en toen kwam op een gegeven moment, 45 jaar geleden of zo, ik denk nog korter geleden, kwamen de volautomatische machines die dat ineens voor het eerst konden doen. En als je dat automatisch kan doen, al die codes op een rijtje leggen, ja, dan gaat het natuurlijk ineens hard. En waarom is dat nou zo handig? Nou, dat kan je ook doen op doodmateriaal, want 99% van wat in de darm ligt aan bacteriën, dat leeft niet bij de aanwezigheid van zuurstof. Dus op het moment dat jij zo'n bacterie wilt kweken, want zo deden we het vroeger, ja, legden we het in een petrischaaltje en dan gingen we gewoon wachten totdat het zichtbaar werd. Want dan zagen we die groepjes liggen als kleine groepjes op bij elkaar. En dan kon je ze herkennen aan de kleur van de vorm waarop ze groeiden. Maar dat gaat met darmbacteriën niet, want die gaan dood. Dus die gaan niet groeien. Dus die zie je gewoon onvoldoende. Kun je onvoldoende in kaart brengen op die manier. Maar bij dat sequencen, zoals we dat noemen, de PCR is een beetje hetzelfde verhaal. Ja. Ga je DNA ontrafelen en dat ga je vermeerderen. En dan kun je het wel ineens in kaart brengen. En dat heeft ons dus eigenlijk heel veel informatie gebracht. En dat heeft ons heel veel informatie gebracht. En dat is, dames, sinds een jaar of 15 is dat geëxplodeerd. En er is ontzettend veel wetenschappelijk onderzoek wordt ernaar gedaan. Ja, ja, in Amerika zijn er best wel veel MD's. Die noemen het eigenlijk het eerste brein ook. Hè? Omdat het zo belangrijk is. Ja. Zo van, ja, het is, dat voedt alles. Of vandaar, ja, daar komt alles. Ja, ja,
dat gezondheid ligt, begint eigenlijk in je darm. In je darm, wordt wel gezegd. Ja. Ja, en daarom dus ook dus, hè, de chronische aandoeningen. We horen daar nu heel veel over. Hè. Dus vooral de corona, het onderliggend lijden. Ja. Dat toch een kern daarvan te vinden is in je darmen. Ja, want als je gaat kijken wie er dan zo'n beetje in die darmen zitten. Dat zijn verschillende groepen. We gaan ze niet allemaal noemen, want dan zitten we hier morgen nog. Maar we kunnen er wel een paar uitlichten misschien. Ja. Voor 80% bestaat de darm uit Bacteroidetes en Firmicutes. Dat zijn bacteriën die zorgen voor het afbreken van koolhydraten. En die hebben dus ook een belangrijke rol spelen die bijvoorbeeld bij obesitas blijkt. Dus als die verhouding verkeerd is, dan kun je daar makkelijker, lijkt het, alsof dat een... Ik moet altijd iedere keer zeggen lijkt, want niks is helemaal 100% zeker. Maar het lijkt erop dat ervoor verantwoordelijk is, als die verhouding niet goed is, dat ook een beetje bepaalt of jij overgewicht gaat krijgen of niet. Eén van de factoren. Er zijn natuurlijk veel meer factoren, maar dat zou een rol kunnen spelen. Maar het is een deel daarvan is DNA en een deel is natuurlijk ook je lifestyle. Tuurlijk, en wat je eet. Wat je eet. Ja. Ja, zeker. Dus zeg dat je een aandacht hebt voor op je DNA voor obesitas. Is het dan gewoon een given? Zo van, ja, dat zou ik toch krijgen, whatever, hoe ik me gedraag. Nee, want daar speelt dus die darm ook nog een rol bij. Dat hebben ze ook wel aangetoond. Dat de een veel beter suikers kan eten dan de ander. Het is wel weer zo dat je genetische aanleg ook een beetje bepaalt hoe jouw darmmicrobioom eruit gaat zien. Maar die darmen, zoals ik al zei, die bacteriën, die zijn dus met veel meer. En die blijken ook 100 keer zoveel genen te bevatten als wij. Dus die coderen voor nog veel meer enzymen dan wij zelf kunnen. En daarom hebben we ze ook heel hard nodig. En dan bepaalt het toch een beetje of jij... En niet alleen dat, ze coderen niet alleen voor enzymen, maar ze maken ook hormonen aan. Ze zetten ook hormonen om. Bijvoorbeeld die Bacteroidetes waar ik het net over had. Die blijken een rol te spelen bij de productie van GLP-1. En GLP-1 is een hormoon wat in je darmen zit. Wat ertoe leidt dat als jij eet, dan wordt dat dan gaan die darmen aan de slag. Die gaan GLP-1 aanmaken en dat is een signaal. Dat is eigenlijk een hormoon wat een signaalfunctie heeft naar de hersenen voor verzadiging. Dus jij stopt met eten. En als je dat dus niet hebt, dan blijf je honger houden. Precies, ja. En dan eet je maar door. Ja. En nog meer leuke bacteriën misschien om te noemen. Ik vind die bifido's en de lacto's ook wel leuk om te noemen. Want dit is een dominante bacterie bij de kinderen. Die bifido's breken de koolhydraten af die met de moedermelk mee naar buiten komen. En het aardige is dat die moedermelk vervolgens ook de voeding overigens levert voor die bacteriën. Daar kunnen we het straks nog even over hebben. En de lactobacillen die zorgen ervoor, en die produceren trouwens ook vitamines, wat belangrijk is voor dat kindje natuurlijk. En die lactobacillen die zorgen er weer voor dat de darm een goede afweer, dus een slijmlaag aanmaakt. En dat die slijmlaag ook lekker sterk is. En dat is weer belangrijk voor een goede afweer van dat babytje. Want de als er een lekkere dikke slijmlaag op die eencellige laag van de darm, want de darm scheidt buiten en binnen met maar één cellaag. En daar ligt dus een hele dikke slijmlaag op. Dat maakt dat de pathogenen, dus ziekmakende bacteriën, minder makkelijk aanhechten op die darmwand. Dus dat is veilig voor het babytje als die bifido's en die lacto's lekker goed aanwezig zijn in die darm. Wat gebeurt er als, ik ken het begrip lekkende darm, dat zal vast niet de officiële term zijn, maar wat gebeurt er dan? Dan is die slijmlaag aangetast? Die darmwandcellen die liggen tegen elkaar aan met tight junctions. En die tight junctions kunnen kapot gaan te veel uit elkaar gaan staan. En dan wordt die darm hyperpermeabel, hyperdoorlaatbaar, verhoogd doorlaatbaar. Dat wordt in leken taal ook wel leaky gut genoemd. Ja. En als dat zo is, dan kan de inhoud van de darm makkelijk in contact komen met onze bloedbaan of het immuunsysteem. De belangrijke factor daar is de gram-negatieve bacterie die in de darmen leeft. Die heeft een dubbelwandige membraan. En de buitenste membraan, dat noemen we de LPS. Dat is lipopolysaccharide membraan. En als die in contact komt met onze bloedbaan of met afweersysteem, dat is een enorme trigger voor ons. Dus dat zorgt voor een laaggradig ontstekingsbeeld. En we hadden het over welke soorten bacteriën zitten in de darmen. Ja. Nou, de Akkermansia heb ik nog niet genoemd. Die is ook voor
Het klinkt allemaal als een gezellige familie. Ja, die is genoemd naar een Nederlandse microbioloog overigens. Ja, dat is inderdaad een Nederlandse naam. Gezellig Nederlandse naam. Naar een Nederlandse microbioloog, Toon Akkermans is die genoemd. En die... Die is heel erg verantwoordelijk, en misschien wel de hoofdverantwoordelijke voor die slijmlaag waar ik het net ook al over had. Bij de kindjes is dus die lactobacil die dat doet, maar bij de volwassenen is het vooral de Akkermansia. Maar die kan nog meer, want die kan namelijk voor, het blijkt dat als die Akkermansia volledig, dus als die verminderd aanwezig is en je voegt die toe, bij muis is dat aangetoond, dan kun je die LPS-concentratie in het bloed, dat is dus de... Laaggradige ontsteking. Dat is dus die bacteriewand die ervoor zorgt dat ons immuunsysteem aanslaat, waardoor we een laaggradige ontsteking krijgen, dat een level verlaagt. En dat je dus ook ziet dat het ontstekingsproces vermindert. Allerlei ontstekingsfactoren verminderen dan. Nou, dat is natuurlijk heel interessant. Ja. Even gewoon, wat is een laaggradige ontsteking? Ik denk dat mensen weten als ze een wond hebben, dat ontsteekt. Ja. Hè, weet je? Dus je kent ontstekingen. Maar wat is nou een laaggradige ontsteking? Ja, dat wil eigenlijk zeggen dat het dus geen acute ontsteking is, wat ervoor zorgt dat je heel erg ziek wordt. Zoals bijvoorbeeld bij een longontsteking of een goede griep, waar je na 1 of 2 weken van hersteld bent. En het lichaam dus ook heel actief op reageert, hè, ja. Om het beter te maken. Ja, precies. Maar dit is eigenlijk een soort waakvlammetje, zou je kunnen zeggen. Dat suddert een beetje. En ook dus onder de radar dan van het immuunsysteem? Of dat die een beetje Dat immuunsysteem is dus chronisch ook actief om dat een beetje onder de duim te houden. Ja, ja. En die lekkende darm, dit leaky gut, dat triggert dat dus? Ja, dat is een van de factoren waarschijnlijk triggert. Ja, ja. Want als die darmwand dus niet volledig dicht is, dan kan de inhoud van de darm in contact komen met ons bloedbaan of met het immuunsysteem. Dat klinkt als een beetje vieze bende wat het dan gaat worden. Ja. Maar het heeft ook een functie, want als het maar een heel klein beetje is, houdt het ons immuunsysteem ook scherp. Oké. Okay. Het moet alleen niet te veel worden. Dus niet chronisch. Nee, en niet te veel. Hè? Want als er nog meer factoren zijn die zo'n laaggradig ontstekingsbeeld aanzetten, want dat heeft helemaal niet alleen maar met die darm te maken. Bijvoorbeeld vet in de buik, hè? We noemen dat het visceraal vet waar de organen in liggen, draagt ook bij aan een laaggradig ontstekingsbeeld. Ja, want daar zit, ik heb Lisbeth hier gehad, die heeft het ook helemaal uitgelegd, hè? Wat daar allemaal eigenlijk ook een heel dorp is daar bezig met allerlei cues te geven naar de hersens. En we maken allemaal stofjes, ontstekingsstofjes aan. Dat vetweefsel blijkt een soort orgaan te zijn. Dus dat draagt dan ook al bij. Dus als je en overgewicht hebt en ook al zo'n beetje een doorlaatbare darm, ja, dan hebben we al 2 factoren die ervoor zorgen dat jouw waakvlammetje misschien een beetje... Ja. En hoe kan je er nou... kan je zeggen, god, ik bestel de Akkermans... Akkermansia. Doe eens even wat meer Akkermans in mijn darmen. Ja, nou, dat dus willen we natuurlijk heel erg graag. Ja, dat we dat kunnen gaan drinken. Maar dat kan absoluut nog niet. Zover zijn we nog niet. Nee, zeker niet. En hoe weet je of je veel Akkermans hebt of niet? Of... Ja, je kunt een analyse laten doen. Dat doe je in de regel niet bij je gewone huisarts, want die zijn daar nog niet genoeg in geschoold. En eigenlijk weten de meeste huisartsen er helemaal niks van, als ik het even heel oneerbiedig mag zeggen. Omdat het nog een nieuw terrein is. Ja. Pas sinds 10, 15 jaar. Ik ben 30 jaar geleden afgestudeerd. Ja. Dus toen bestond het gewoon nog helemaal niet. En jij hebt daar een aparte studie voor gedaan. Ik heb aan de Universiteit van Wageningen een online studie daarna gedaan. Dus ik weet er wat meer van dan een gemiddelde huisarts, zou je kunnen zeggen. En als je er dus een analyse naar wil doen, kun je online googlen. Want dan kun je, er zijn bedrijven die dat online aanbieden. En goede bedrijven zijn dat. En je kunt naar een natuurarts of een ortomoleculair geneeskundige arts. Die weten daar meestal ook een raad mee. Je wilde net ook nog iets zeggen, dan zei je, we komen er later terug over de baby's. Ja, die baby's, je bedoelt die huilbaby's? Of, ja, ik weet niet waar jij zelf naar verwijst, maar er is natuurlijk veel over... We hadden het even over de moedermelk. Ja. Dat vind ik heel leuk, dat die moedermelk, die levert dus een vezel die onze darmen zelf niet kunnen afbreken als wij die bacteriën niet zouden hebben. Maar we hebben die bacteriën, heb ik net uitgelegd. Die baby heeft die om te werken aan het immuunsysteem en om vitamines aan te maken. En laat die moedermelk, die levert dus 2 dingen. En suikers, wat goed is voor die baby om te groeien. Maar ook de voeding voor de bacteriën om lekker te gaan fermenteren. Zodat die uitbundig kunnen vermenigvuldigen in de darm. Eigenlijk om die darmflora al een goede, rijk, divers... Ja, om rijk, ja.
Ja, want die baby die drinkt natuurlijk alleen maar melk. Die gaan we heel geen, eenzijdig. Die gaan we geen vezelrijke voeding geven, zeg maar. Dus zijn vezelrijke voeding is de moedermelk. En daarom wordt nu ook in flesvoeding, wordt ook, zul je zien, op etiketten zie je, ga je steeds meer zien FOS en GOS. Ja. Dus fructo-oligosaccharide en de galacto-oligosaccharide. Dat zijn dus suikerketens die wij zelf niet produceren of eten. En tenminste, we kunnen ze wel eten, maar we kunnen ze niet zelf afbreken. Maar die darmbacteriën dus wel. En dat levert weer een voordeel op voor het individu, omdat dat bijdraagt aan betere gezondheid op allerlei manieren. En goede start eigenlijk voor de darmen. En een goede start, want die baby die zit in die baarmoeder. En dan is die nog steriel, zo goed als steriel. Vroeger dachten we trouwens dat die ook steriel bleef tot aan de bevalling. Maar dat lijkt toch al een klein beetje, er komt via de navelstreng toch wel iets binnen. Want die moeder die is ook niet helemaal steriel in het bloed. Wat we net hebben uitgelegd, ja. Die LPS zit bij heel veel mensen al een heel klein beetje in het bloed. Dus die baby wordt al een klein beetje, maar hij gaat pas echt voorbereid worden als die door dat baringskanaal gaat. En dan gaat het via de mond en de neus, krijgt hij al die bacteriën binnen van wat die moeder daar onder allemaal aan bacteriën heeft zitten. En in dat baringskanaal ook heeft zitten. De natuur is echt zo mysterieus, ingenieus zit het in elkaar. Maar goed, mijn lichaam deed dat helaas niet, hè? Dus dat ging niet goed. Dus bij mij, mijn kind is met een keizersnee ter wereld gekomen. Maar dat maakt dus ook toch wel wat uit, als ik jou dan zo hoor. Ja, het blijkt inderdaad dat kinderen die met keizersnee geboren zijn of flesvoeding vervolgens ook nog krijgen, want dat maakt ook nog uit, dat die toch een beetje een achterstand hebben voor wat betreft de kolonisatie van die darm met die met dat microbioom. Na een jaar ongeveer is die achterstand weer ingehaald. Maar dat eerste jaar hebben ze het wel wat moeilijker voor wat betreft die kolonisatie. En dat zou kunnen betekenen dat ze ook vatbaarder zijn voor infecties. En wat we wel zien is als die kinderen wat ouder worden, dat die vaak toch ook gevoelig blijven voor allergieën, astma en eczeem. Als ze via de keizersnee en of geboren worden en of flesvoeding hebben gehad. Ja. Dat is dan denk ik een uitzondering als die moeder in dat hele systeem geen genen heeft, astma, allergieën of eczeem, dan zal het kind het misschien wat minder makkelijk krijgen. Maar vaak zit het dan, als de moeder aanleg heeft daarvoor, of de vader, dan kan zo'n kind dat dus ook makkelijker ontwikkelen dan dat kind wat een vaginale geboorte heeft gehad en vervolgens lekker borstgevoed is. Ja. Ik was toch heel blij, want anders waren we er denk ik allebei niet geweest, zeiden ze. Dat het toch, toch kon, zeg maar. Ja. Dat er toch zoiets bestaat. Even kijken, nou, we hebben dus die verschillende bacteriën gehad. En wat doen ze dan wat eigenlijk? Wat doen ze? Ja, wat doen ze dan eigenlijk? Nou, ze doen van alles. Ze stabiliseren de zuurtegraad. Ze zorgen voor energieproductie. En energie is heel belangrijk voor de cellen van de darmwand zelf. Die hebben die energie nodig. Ze zorgen voor een betere voor het immuunsysteem. Dus ze stimuleren bepaalde immuuncellen. Die liggen in die slijmlaag. Want voor 70% ligt ons immuunsysteem in die slijmlaag. In die slijmlaag van die dikke darm. Want de meeste bacteriën liggen in de dikke darm. Ze zorgen voor dat de zieke cellen zich liever niet niet gaan delen. Ze zorgen ervoor dat cellen die eigenlijk beter dood kunnen gaan, dat die doodgaan. Ze zorgen voor de productie van vitamines, hormonen en zelfs ook neurotransmitters. En dan zal ik er één noemen die veel mensen inmiddels kennen. Het stofje serotonine wordt ook wel aangemaakt. Wat je s'nachts aanmaakt, toch? S'nachts en... Nou, melatonine is dat. Serotonine is ons gelukshormoon. Hè? Ja, ja. Maar melatonine wordt inderdaad uit serotonine aangemaakt. Heb ik geleerd van Lisbeth. Ja. Je hebt goed opgelet. Ja. Goed opgelet. We gaan zo door, maar ik vind dat zo fascinerend. In principe ben je dus iedere keer kopie van jezelf. Want je cellen delen steeds. Dus de een doet er 24 uur over, dan 72 uur. Die darmwandcellen bedoel je? Ja, darm, maar ook je ogen, je handen, je nagels. Ja, dus je bent eigenlijk gewoon iedere keer een kopie van jezelf. Ja, ja. En die darmwandcellen, die vermenigvuldigen zich heel snel. Hè? Ja. Elke 20 minuten geloof ik. Ja. Weet je ook welke het langst? Want sommigen doen er een maand of zo, sommigen twee maanden. Maar dat is toch... Ja. Dat is toch krankzinnig, dat je iedere keer... Jij bent niet meer degene van gisteren. Nee, precies. Toen ik je de vorige keer zag, is weer een andere versie. Ja, ik vind dat je ziet heel... er ook wel heel anders uit. Ik vind
vind dat heel fascinerend. Oké, maar even, we blijven bij de les. Hè? Wat doen ze en dan nu, hoe doen ze dat? Ja, nou dat doen ze door het voedsel te verteren. Wat wij eten. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij daarover na gaan denken. Ja, wat eten we eigenlijk? Want wij moeten die jongens tevreden houden. Die leveren veel gezondheidswinst voor ons op. En omdat de darm weinig zuurstof bevat, doen ze dat voornamelijk via fermentatie. Dat is een verteringsproces zonder zuurstof. En dat is natuurlijk leuk, omdat wij fermentatie kennen we. Van zuurkool. Van zuurkool bijvoorbeeld. maar ook de klassieker. Van, ja, dus de klassieker. En dat betekent, dus dan weet je meteen, oh, dat maakt namelijk helemaal niet uit of die zuurkool in dat vat fermenteert of in jouw darmen. Het proces is hetzelfde. Er worden bacteriën bij gegooid en die eten dus de vezels in die zuurkool. En dat maakt ook meteen dat je snapt dat zuurkool heel gezond is. Want die leveren niet alleen gezonde bacteriën voor de darm, maar ook de voeding voor die bacteriën. Dat zijn namelijk de vezels die erin zitten. Je helpt ze dan eigenlijk. Want ze kunnen het al, want ze fermenteren zelf. Maar als je dan iets gefermenteerd eet, dan help je ze. Ja, precies. En je levert weer wat extra darmbacteriën. Ja. En als ik een pizza eet? Nou ja, dat is dus het hele ding. We eten natuurlijk tegenwoordig veel te veel bewerkt voedsel. Waar te weinig vezels in zitten. En soms ook te veel eiwit. Mensen eten vaak te weinig eiwit hoor. Maar, te veel eiwitten vanuit rood vlees. En in de bewerkte producten te veel zouten, te slechte vetten. En te weinig vezels. Maar toch ook veel hoger opgeleide vrienden die zeggen, ja, waar zit nou precies vezels in? Ja, nou dan moeten die hoger opgeleide vrienden even naar mijn website. Ja, maar toch zeg ik nu ook even, want ik weet nog wel dat ik zelf ook, weet je, toen ik hier nog niet zo diep in dook, dat ik 10 jaar geleden dacht, ja, ik moet vezels in. Ja, maar waar zitten nou vezels in? Ik weet het niet. Helemaal geen rare vraag, want ik wist het ook niet. Dan denk je, ja, waar zit, is dit dan vezels? Is dit dan vezels? Nou, zuurkool hebben we al genoemd, asperges, witlof, dat zijn vezelrijke producten. Maar ik heb een hele uitgebreide lijst ervoor gemaakt, omdat dat niet te onthouden is natuurlijk. En die kunnen mensen op mijn website vinden. Maar is het dan in het algemeen? Vos en gos heet dat. Ja, maar is het dan algemeen groente? Of kan je het zo simpel niet zeggen? Niet alle. Want je hebt daar dus een topscorers in. En scorers die wat lager zitten. Maar overwegend groente en fruit, zeker. En dan heb je de niet oplosbare vezels. Want dit zijn de oplosbare vezels, de fermenteerbare vezels. Ja. En die vinden we belangrijk voor die darmbacteriën. Dan heb je ook nog de niet oplosbare vezels. En dat zit vooral in die graanproducten. Dat maakt eigenlijk dat de ontlasting wat smeuig is. En wat makkelijker doorstroomt. Ja, wat jij zegt, hè, ik ga even kijken. En vos en gos. Ook mensen die ik, best wel wat mensen die ik ken, die dus wat onderliggende ziektes hebben en daar toch echt in geïnteresseerd zijn, die zeggen, Jezus, het is bijna een studie. Ja, dat is het ook. Maar dat is het eigenlijk ook. Het is zo ingewikkeld, omdat het zo nieuw is. En het zijn allemaal moeilijke namen. En wij begrijpen er gewoon nog niet veel van. Ja, maar het is, eten is voeding, is toch wel de afgelopen periode vooral, ja, vind ik lekker. Ja. Toch? Wat vind ik lekker? Ja, dat bepaalt en dat stuurt gewoon zeker. We eten niet meer, we voeden ons lijf niet meer wat het nodig heeft. Wij zijn gewend om te eten omdat we honger hebben of omdat we het lekker vinden. Maar wij denken er niet bij na dat wat wij eten, dat wij onszelf daar uiteindelijk uit moeten opbouwen. Want jij noemde net die kopieën. Je bent de hele dag kopieën. Nou, dat gaat alleen maar als je de stofjes die dat nodig heeft ook naar binnen werkt. En die zitten wel in de gezonde voeding en veel minder in de niet gezonde voeding. Ja, we zijn misschien ook al ver afgegaan van een soort tradities of gerechten die dat al hadden. Vaak zijn toch die beetje wat ouderwetse traditionele gerechten hebben vaak al de goede verhouding. Hè? We zijn zo. Nou, dat is wel leuk dat je dat zegt, want het is natuurlijk een hype nu om vegetarisch te eten. Van dat, nou, misschien niet alleen een hype, maar het is ook echt een advies vanuit het voedingscentrum bijvoorbeeld, dat je wat minder rood vlees eet en wat meer richting plant-based gaat eten. En dan is het leuk om te realiseren dat in bepaalde culturen, die culturen van oudsher weten welke planten je bij elkaar moet eten om hele eiwitten te kunnen aanmaken. Want waarom is het eigenlijk heel handig om dierlijke eiwitten, dus dierlijk vlees te eten? Gewoon makkelijk. Dat is omdat het hele eiwit zit er al in. Hufteproef. Ja. Het
Het is gewoon hop en ik heb alles binnen. Ja, je hebt gewoon alles binnen. En als je dat nog in de vorm van een beetje orgaanvlees erbij doet, dan heb je ook nog vitaminebom binnen. Ja. Hè? Want lever zit, zitten bijna alle vitamines in. Ja, de dier eet ook. Als een ander dier pakken, dan pakken ze ook altijd eerst dat stuk, toch? Dat is altijd, pakken ze altijd die organen. Daar zit het meeste in. Ja, daar zitten de meeste vitamines in. En bij nieren is vitamine C vooral. Maar goed, bij de Mexicanen bijvoorbeeld heb je mais, squash en... Help me even, wat was die derde nou? Bonen? Of? Ja, bonen. Ja. Corn, beans en squash. Ja. Die drie vormen samen een heel eiwit. Want een eiwit bestaat uit aminozuren. En planten hebben eigenlijk aminozuren. Die hebben dus niet een compleet eiwit erin zitten. En dat hebben dieren wel. Dat vlees bestaat gewoon uit volledige eiwitten. En dat is een van de redenen waarom wij bijvoorbeeld in onze cultuur erwtensoep eten met roggebrood. Dan heb je ook die combinatie van aminozuren waaruit jij een heel eiwit kan maken. En die kennis, die hebben we eigenlijk dus niet meer. Omdat we zoveel processed food, gewoon kant en klaar, makkelijk. Waardoor het bijna een studie op zich is. Ja. Toch ja, de kennis van oma op moeder op dochter, die gaat een beetje verloren. Hè? Ja. Zo lijkt het wel eens. Ja. Nou ja, wat vaak wordt wel gezegd, kijk even twee generaties terug. Hè? Ja. Wat werd er toen gegeten? Precies, eet wat je oma maakte. Ja. 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 Nou, de relatie met gezondheid. Ja. Dus al heel dit verhaal wat we hebben hier en daar al wat uitstapjes gemaakt. Maar hoe zit de relatie met gezondheid dan? Want zo begonnen we. Ja. De chronische aandoening. Het komt vanuit verschillende factoren. Maar ook vanuit die darmen. Ja. Nou, als we bij het babytje beginnen. We kennen allemaal huilbaby's. Het blijkt... Ja, het drama. Drama. Ja. Wat blijkt, er zijn meerdere redenen waarom een baby kan huilen. Er kunnen spanningen zijn. Er kan ook een voedingsallergie zijn. Een koemelk-eiwitallergie. Maar het blijkt dat kinderen met darmkrampjes... En die dus huilen omdat ze darmkrampjes hebben. Dat die ten opzichte van gezonde baby's wat minder goede bacteriën in de darmen hebben, die bij de kinderen ervoor zorgen dat darmslijmvlies stevig is en niet zo bevattelijk voor ontstekingen, hebben die babytjes die bacteriestammen dus minder. En meer bacteriën die wel ontstekingen veroorzaken. Dus dat is natuurlijk een interessant gegeven. En dan mag je niet zeggen ze huilen daardoor, maar dit is wel een gegeven wat gezien is. Heel mooi, maar er zullen ook nu veel ouders denken, wow, weet je, dat heb ik. Ja. Maar ik zag het onderzoek, het moet drie uur per dag zoveel dagen huilen en dan pas gelden. Maar... Ja, wij vinden dat er aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan voordat je zegt, dit is een huilbaby. Maar ik vind dat zelf niet zo heel belangrijk. Een kind hoort gewoon niet langer te huilen dan dat het voeding krijgt, vind ik, in mijn ogen. Ja. Ik geloof niet zo in de term dat... U heeft een huilbaby en u moet er maar even aan wennen en laat dat kind maar... Jij bent een huisarts die gewoon daarnaar luistert. Ja, dat moet een oorzaak zijn. Ja. Dus ik zoek maar, graag maar, met ouders maar, kunnen we daar dan, want ik vroeg al eerder van, wat kunnen we dan eten? Dus als dit gebeurt dan bij zo'n babytje, dat dan die darm niet... Er zijn dus dokters, blijkt, die probiotica geven. De Lactobacillus reuteri bijvoorbeeld blijkt een gunstige uitwerking te hebben gehad bij sommige kinderen die dan vreselijk huilen, dan knappen die op. Ik zelf zie ook wel een relatie met koemelk, eiwit, allergie. Ja, als ik ze overzet op een flesvoeding waar geen koemelk in zit. Of ik adviseer de moeder om zelf geen zuivel meer te eten. Dan zie ik toch eigenlijk heel vaak verbetering. Ja. Want dat geeft ook ontstekingen. Die kinderen zijn dan niet goed in staat om die eiwitten goed af te breken. En dat kan ook leiden tot ontstekingen. Ja. Ja, en een verhoogde doorlaatbare darm. We kunnen niet om overgewicht heen. Nee. Dat is natuurlijk zo'n groot thema. Dat komt steeds meer naar buiten. Ook degene die op de IC's toch overgewicht. Dat vet waar je het al over had. Hè, wat Elisabeth van Rossum ook over had. Dat daar zoveel ontstekingen zitten bij als je overgewicht hebt. Ja. Dus hoe... Wat is de relatie tussen darmbacteriën en dat overgewicht? Nou, dat is interessant. Want daar weten we echt wel veel van inmiddels. Het blijkt, dus er is een interessant onderzoek gedaan, dat een menselijke tweeling, hebben ze eentje wat flink overgewicht, obese, en die andere gewoon slank, hebben ze de ontlasting aan steriele muizen gegeven. En de steriele muizen betekent, die worden speciaal gefokt, dat zijn muizen zonder darmbacteriën. Dan weet je zeker dat als je er wat aan toevoegt, dat het effect dus daaraan te wijten is. En dan blijkt dat die muis die de ontlasting krijgt van de slanke helft van de tweeling, slank blijft.
En de muis die de ontlasting krijgt van die obese helft van de tweeling, die komt in gewicht aan. Ja, dus dan weet je al dat er dus een direct een gevolg is van wat daar gebeurt in die. Ja. Ja. Maar ik ben zo nieuwsgierig dat ik steeds denk, ja, je weet niet wat erin zit. Dus je moet er ook zo naar raden welke. Ja. Want je hoort ook wel eens van overgrowth, weet je, dat het ja. dan eentje heel agressief wordt. Zie ik een soort tuin vormen waar allemaal onkruid over ja. je mooie plantjes heen gaat. Ja, ja. Dus dan ga je dat proberen met bijvoorbeeld met probiotica en een heel darmprotocol. Ga je proberen om die overgrowth weg te krijgen. Die overgrowth is trouwens ook bekend in de dunne darm. Want zoals ik net al zei, zitten daar wat minder bacteriën. Die is ja, nagenoeg leeg van bacteriën. Maar daar kun je ook een overgroei hebben. En dat heet SIBO. Mm-hmm. Heb je daar wel eens van gehoord? Nee. Small Intestinal Bacterial Overgrowth. En een van de kenmerkende klachten daarvan is dat als iemand eet, dat hij direct na de maaltijd een opgeblazen gevoel krijgt. Nou, dat hebben heel veel mensen. Ja. Nou, dat kan ook liggen aan het feit dat ze hun eiwitten niet goed verteren. Daar geef ik tegenwoordig iets voor wat dan meteen die maag weer lekker leeg maakt. Maar het kan ook liggen aan zo'n SIBO-verhaal. En dat zie je nog wel eens bij mensen bijvoorbeeld die geopereerd zijn geweest. Dat er dan in de buik, dat er dan een overgroei van de verkeerde bacteriën in die dunne darm zit. Dan is ook de balans er weer uit. Diabetes, hè, dat is volgens mij de volksziekte. Diabetes is ook een hele interessante, want daar blijken dus drie factoren belangrijk te zijn. Dus, dus daarvan weten we ook dat er rechtstreeks bij causaal verband is tussen bepaalde bacteriestammen en het ontstaan van diabetes. Want er zijn dus die bacteriën die moeten galzuren omvormen. Gewoon uit de galblaas, die komen in die darm terecht. En als ze dat doen en die galzuren gaan omgevormd aandokken op een receptor in die darmwand, dan kun je ineens vrij goed glucose verdragen, suiker verdragen. Dan word je daar niet zo dik van. Maar als die galzuren niet omgevormd worden en de niet omgevormde galzuren hechten aan op een receptor, dan geven ze het signaal af dat je eigenlijk glucose intolerant wordt. Dus waardoor je die suikers heel makkelijk opneemt en dus heel makkelijk ook dik wordt. Maar dit is wat er gebeurt, maar ik kan me voorstellen dat je het ook triggert door te veel suikers te eten. Ja, natuurlijk. Dat heeft daar zeker mee te maken. Toch, dit is. Alleen, het blijkt dus dat de een heel veel suikers kan eten. Ja, ja, voordat hij die grens bereikt. Nou ja, of helemaal niet. Of helemaal niet. Er zijn mensen die kunnen liters ijs weghalen en die nemen die poepen dat gewoon weer uit. Die suikers. En die ontwikkelen geen diabetes. Precies, ja. En er is nog een factor waardoor we makkelijk suikerziekte krijgen. Die heb ik net al verteld. En dat is dat even bruggetje weer naar de hyperdoorlaatbare darm, verhoogd doorlaatbare darm. De leaky gut, ja. Als die darm een beetje open gaat staan en de boel van de darminhoud kan naar de bloedbaan toe, krijg je dat LPS-verhaal. Dus dat de lipopolysaccharide van de gramnegatieve bacteriewand in de bloedbaan terechtkomt en daardoor het immuunsysteem aanslaat en een laaggradig ontstekingsbeeld veroorzaakt. En dat leidt weer tot insulineresistentie. Daar gaan we trouwens op het voedingsgeneeskundecongres over praten. Vertel heel eventjes, want mensen die echt. Ik ben zelf zo'n freak die dit heel leuk vindt. Ik probeer mijn kleine bijdrage te doen hier bij de Nieuwe Wereld. Maar als mensen zeggen, ja, maar ik wil er inderdaad nog veel dieper in duiken. Dan heb je ook nog een congres. Ja, het komt een heel leuk congres. Ja. Ik mag dagvoorzitten. Ja. 7 september is het congres van voedingsgeneeskunde. En dat heeft als thema chronische ontsteking. Chronische inflammatie. En daar gaan jullie er dan ook nog dieper op in. Mensen willen vooral ook weten, wat kan ik er dan aan doen om te voorkomen? Ja, daar gaan we straks nog even over hebben, denk ik. Maar dat wordt daar natuurlijk, komt daar natuurlijk ook wel aan bod. Maar dit gaat wel heel erg diep ook op de biochemie in. En hoe die hormonen met elkaar werken. En wat de relatie is met het metaboolsyndroom. Dus dat gaat vooraf aan suikerziekte, insulineresistentie, dat hele verhaal. Want het laaggradig ontstekingsbeeld blijkt dus te leiden tot insulineresistentie. En dat leidt weer tot suikerziekte. Ja. Insulineresistentie is het fenomeen wat ten grondslag ligt aan suikerziekte. Dat kunnen mensen googlen, daar is heel veel over te vinden.
Maar toch even heel kort, want het is zo belangrijk. Ja, insulineresistentie wil zeggen dat je resistent bent voor je eigen insuline. Dat is een hormoon wat gemaakt wordt door de alvleesklier. En als jij de hele dag door suikers naar binnen werkt, en dat kan ook zijn in de vorm van snelle koolhydraten. Dus het hoeft niet alleen maar letterlijk tafelsuiker te zijn. Als je de hele dag door witbrood eet bijvoorbeeld, dan koekjes, cake, pasta. Maak je alsmaar insuline aan. En op een gegeven moment. Maar ook frisdranken. Frisdranken zijn helemaal niet vergeten, erg. Dan, en jij hebt de juiste genen daarvoor en de juiste bacteriële stammen omgeving, in je, dan gaat het fout. Dan krijg jij alsmaar insulinepieken in je bloed. En dan zeggen en insuline zorgt ervoor dat suiker de cel in kan. En op een gegeven moment zegt die cel, ja, ik zit vol, doei. Ga maar naar een ander. Ja, dus die trekt zijn receptoren, zou ik maar zeggen, als het ware in. En dat heet dan insulineresistentie. Met als gevolg dat die insuline eigenlijk gaat stijgen, want jij gaat iedere keer weer suikers eten. En als jij suikers eet, krijgt de alvleesklier het signaal om weer insuline aan te maken. Dus die insuline die gaat hoger en hoger en die cel wordt maar voller gepropt. En op een gegeven moment lukt het lichaam niet meer om de suikers weg te bonjouren door die insulinespiegels. En dan ontstaat er dus suikerziekte. Want dan gaat ook echt de suikerspiegel stijgen. Ja. Niet alleen de insulinespiegel. En toch ook die vetrand op de buik. Als je insulinespiegel stijgt, dan kun je niet zo makkelijk meer vet verbranden. Dat heeft met de energiefabriekjes te maken. Kunnen we het er nog een keer over hebben? De mitochondriën. Ja. Daar zit dus die schakel dat als er hoge insulinespiegels zijn, dat je eigenlijk je vetten niet goed. Dan ga jij niet op de vetverbranding. En dat is ook wat we zien als mensen gaan spuiten met insuline. Zie je ook dat ze dikker worden? Ja. Jullie moeten toch gewoon eigenlijk al aan hoe iemand eruit ziet al veel kunnen zien. Dat klopt. Ja. Dat klopt. Maar niet alles. Nee, maar toch al wel. Want je hebt ook slanke mensen bijvoorbeeld, die toch insulineresistent kunnen zijn. Hè? Komt voor. Thin on the outside, fat on the inside heet dat. En andersom, je hebt ook mensen die wel dik zijn, maar helemaal niet zozeer veel vet in de buik hebben liggen. En dat zijn de mensen die waarschijnlijk ook weer net genetisch zo in elkaar zitten, dat ze wel vet aanmaken, maar toch niet hoge insulinespiegels hebben. Wordt het eigenlijk, het is dus heel individueel. Ja. Het is heel individueel. En ik denk dat dat ook iets is wat we kunnen leren uit dit hele verhaal van het microbioom. Dat wat we in die darm hebben liggen is heel persoonlijk. Het is zelfs zo persoonlijk dat het vergelijkbaar is met een vingerafdruk. Ja. En ik denk dat er ook een tijd gaat komen dat wij mensen in kaart gaan brengen aan de hand van hun microbioom. Maar omdat het zo individueel is, kunnen we ook helemaal niet zeggen dat er een dieet is voor één dieet voor iedereen. En dus ook niet één pil overigens voor iedereen, want wij kennen in de geneeskunde natuurlijk het fenomeen dat als wij medicijnen hebben, dat ik jou dat geef en dan doe jij het daar heel erg goed op en de volgende doet het er helemaal niet op. Maar dat ligt dus ook aan hoe die darmen dat dan dus processen, kan ik me zo voorstellen. Ja, precies. Dus is de toekomst dan eigenlijk heel erg personalized? Ja, enerzijds vind ik dat diagnose, daar dan ook voeding op afstemmen. Ja. De medicijnen op afstellen. Ja. We moeten ten eerste gaan leren dat zo'n mens meer is dan alleen maar een lever, een hart en een nier. Ja, en dat er dus nog een heel dorp allemaal meedoet. Dat er nog een heel dorp meedoet. En bovendien dat allemaal invloed heeft op elkaar. Ja. Dus we moeten echt dus een holistische aanpak. Holistische aanpak, maar wel individualistisch. Dus echt zorg op maat. Even gewoon dat iedereen begrijpt wat holistisch is. Even gewoon dat je dus naar het geheel kijkt. Hè? Ja, en dan kun je twee dingen denken. Het geheel van organen binnen één zo'n mens. Maar je kunt bij holistisch ook nog denken aan de mens in relatie tot zijn omgeving. En zijn stemmingen. De mens in relatie tot wat hij doet in het leven. Zingeving. En stress. Sociale relaties en stress. Ja, dus dat je op die manier ook nog kijkt, slaapt hij goed, beweegt hij genoeg? Dat is ook een vorm van holistische aanpak. Ja. Dus, en in de geneeskunde doen we precies het omgekeerde. We kijken naar de nieren, we kijken naar de lever. En we vinden dat één pil voor alles moet zijn. Voor alles moet zijn. Dus dat is precies omgekeerd. Ja. Iedere keer als ik me hierin verdiep, dan begrijp ik niet zo heel goed was je handen stuk. Ja. Want dat is toch juist van
op jouw hand zit die bacterie. Dan lik ik daar weer een beetje van op en krijg ik dat weer in mijn darmen. En daardoor krijg ik juist een divers darmflora. Ja, heb ik dat nou goed begrepen of niet? Nee, dat heb je zeker goed begrepen. Want als dat kindje eenmaal de vagina uit is en het gaat het leven in, dan is het nog lang niet klaar met koloniseren van zijn darm. Dan gaat het om het contact met moeder, met vader, met broertje, zusje, de aarde, ja. de huisdieren. En dan gaat die kolonisatie steeds verder en die wordt steeds diverser en steeds rijker. En een divers microbioom staat eigenlijk gelijk, dat weten we inmiddels wel, aan een goede gezondheid. Dus hoe minder divers dat is en hoe meer overgroei er is van de verkeerde bacteriën, hoe minder gezond de mens is. Dus ja, ik ben het met je eens. Ik heb die opmerking ook nooit begrepen. Was je handen stuk? Dat begrijp ik niet. Hier zit ook een allemaal bacteriën op. Buiten dat, ook de huid is een barrière. Ja. Dus we hebben het net gehad over de barrière van de darmwand. Maar de huid is natuurlijk ook een hele belangrijke barrière. Dus als je hem stuk maakt, dan gaat er van alles huppeteen naar binnen. Dat is helemaal niet de bedoeling. En daarbij komt, het is helemaal niet nodig om ze stuk te wassen om die virus er vanaf te krijgen. De Gezondheidsraad heeft daar iets over gezegd. Dat kun je ook zo vinden. Die zegt, af en toe met zeep wassen is prima, maar met warm water tussendoor is eigenlijk ook al, kom je ook al een heel eind mee. Dus ik zeg tegen iedereen, joh, als je uit de supermarkt komt, dan ga je naar huis en dan doe je thuis even. Dan doe ik daar. Ik heb daar een goede gewoonte van gemaakt. Als ik uit de praktijk, in de praktijk doe ik dat natuurlijk sowieso wel. Want als ik iemand heb onderzocht, dan was ik natuurlijk ook even mijn handen. Maar als ik thuis kom, dan doe ik ook altijd eventjes mijn handen wassen. Ja, en dan ben ik klaar voor de hele avond wat ik verder ook ga doen. Ja. Nou, wat kunnen we doen om het zelf de invloed op te hebben? Ja, dus hoe hou je je microbioom lekker zo gezond divers. Mogelijk, divers? En dat laagje slijm lekker dik is en zorgt dat ik geen leaky gut krijg. Dus wat moeten we dan doen? Wat weten we inmiddels? Ja, nou, het is belangrijk dat we bewegen. En dan vind ik krachttraining ook hoort daarbij. Niet alleen maar conditietraining, maar ook echt krachttraining. En dat heeft weer met dat insulineresistentieverhaal te maken. Want als je krachttraining... En trouwens ook met die mitochondriën, waar we nog een ander keertje over hebben. Maar dat zijn de energieleveranciers. Die gaan vermeerderen als je aan krachttraining doet. Dus jij krijgt letterlijk meer energie als jij aan krachttraining doet. Gezond slapen. Want, en daarmee bedoel ik lang genoeg, 1 uur of 8... voor de meeste mensen. En bovendien van een goede kwaliteit. Dus dat je niet langer dan een kwartier 's nachts wakker ligt. Vooral de eerste uren zijn heel belangrijk. En waarom? Omdat dan het immuunsysteem het meest actief is. En het immuunsysteem zorgt er weer voor dat laaggradig ontstekingsbeeld En actief is, dan herstelt hij het lichaam. Die is bezig met herstel, s'nachts. Ja. Opruimen. Hè? Ja. En dan natuurlijk de voeding, heel belangrijk. En stress. Dus een acuut trauma kan een doorlaatbare darm veroorzaken. En daar kunnen we niet veel aan doen, want dat overkomt je gewoon. Maar chronische stress, daar kun je natuurlijk wel wat aan doen. Jij moet er zelf voor zorgen dat je voldoende ontspanning tussendoor hebt. Hè? Stress kun je niet helemaal vermijden. Is ook misschien wel gezond af en toe, toch? Is ook wel af en toe gezond en kan ook jouw... Scherp houden. Ja, precies. Ik heb ook soms wel best wel stress voor zo'n gesprek, maar daardoor ben ik ook scherper. Ja, maar daarna ga jij lekker op de fiets en dan ontspannen. Huis of, en dat is dus dat je dan die... ga je lekker ontspannen, ja. En dat is goed voor die darm. Het blijkt ook dat als mensen ouder worden, gaan ze steeds minder bewegen, maar ook minder sociale contacten krijgen ze. En ze gaan ook minder gevarieerd eten. Ik ken al die oude mensen die eten 's morgens een boterham, 's middags een boterham en 's avonds 3 aardappeltjes en 3 boontjes. En zo'n stukje kip en dan heb je het gehad. Ja, dat is niet divers genoeg? Dat is niet divers genoeg. En niet, bovendien niet rijk genoeg aan vezels en groenten en fruit en noten, zaden, pitten. Maar het is dus aangetoond dat als die mensen ouder worden, en zeker als ze in een verzorgingstehuis terechtkomen, dat microbioom steeds minder divers wordt. Dus nu is de vraag, gaan de mensen daardoor ook dan minder gezond worden? Of dus is dat immuunsysteem dus achteruit? Ja, en krijgen ze daardoor makkelijk ook ziektes? Of is het andersom? Dat moeten we natuurlijk nog met z'n allen gaan vaststellen. Maar dat is natuurlijk waar ook veel dokters in het buitenland ook... in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, een soort gaarkeuken, dat daar niet echt goed nog op gelet wordt. Hè? Al zijnde, dat is eigenlijk een medicijn. Ja.
Dat voeding als medicijn. Ja. Zie het ook hoor. Ik heb mensen waar ik thuis op bezoek kom. En dan hebben ze aandoeningen, hebben ze pijn in de benen. En hebben ze schimmels aan de voeten. En dan ga ik eens vragen, maar wat eet u dan eigenlijk? En dan kom ik erachter dat ze echt tekorten hebben. Ja. Dat ze echt dingen gewoon niet naar binnen. Er zijn mensen die eten 3 keer per dag boter met kaas. Ja. Ja. Dan denk ik, ja, dan kan je wachten dat er natuurlijk dingen fout gaan in dat lichaam. Ja. Maar we hadden het over, want je vroeg me, wat kunnen mensen nog meer doen? Nou, de voeding zelf, daar hebben we het denk ik wel een beetje over gehad al. Maar ja, ik ben zelf altijd een beetje van, roken lijkt mij toch ook echt niet gezond. Nee, ik heb altijd de kanter hier ook gehad, dus die is daar natuurlijk ook een echte strijdster voor. Dus ja, roken heeft lijkt mij toch ook invloed op je darmen. Ja. Ja, en op je longen, maar ook op je darmen en ook op de darmbacteriën. Ja, maar iedereen weet die longen, dat is een soort no-brainer. Ja, ja. Maar dat je ook andere klachten daarvan kan krijgen. Ja, want je slikt namelijk ook een hoop in. Je haalt wat naar je longen toe, maar je slikt ook een hoop in. Wat niet via de darmen gaat. Ja. Teer bijvoorbeeld. Ja. En alcohol, als we het dan toch over roken hebben, kunnen we misschien alcohol ook even benoemen, blijkt dat laaggradig ontstekingsbeeld weer te kunnen versterken. Want als je elke dag wel een paar glazen alcohol drinkt, dan krijg je dat die darm makkelijk verhoogd doorlaatbaar wordt. Dus mensen die veel drinken, daar zien ze aan dat die levels van die LPS, want dat laaggradig ontstekingsbeeld, dat die omhoog gaan. Ik drink zelf helemaal niet. Ik ben een beetje saaineus. Maar even een beetje opkomen voor mensen die wel drinken. Die zeggen, ja, maar ik ontspan er lekker van. Dus daardoor heb ik weer minder stress. Ja, valt wat voor te zeggen. Nou, ik zou zeggen, zorg voor een goede balans. Oké. Ja, want dat zijn de onderzoeken natuurlijk ook. Die zeggen juist, ja, rode wijn heeft ook weer, weet je, gezonde stoffen. Ja, resveratrol zit erin. Maar dat is wel heel weinig wat daarin zit. Dus je moet dan wel 3 liter... Het zit er ook in bosbessen, maar dan moet je er ook heel veel van nemen. De Cannonau uit Italië, van Sardinië. Ja. Die schijnt 3 keer zoveel antioxidanten te hebben dan de gewone. Oké, dus dan moet je dus even kijken welk wijn en hoeveel zit erin. Want die resveratrol heeft dus een antioxidatieve werking, waardoor dat laaggradig ontstekingsbeeld ook weer een beetje... Ja. Maar goed, de reguliere geneeskunde vindt, alcohol is gewoon niet goed voor je, klaar. Ja. En als je dan per se toch wil drinken, nou ja, dan zou ik altijd zeggen matig. En dan hebben wij een beetje het mantra, 1 per dag en niet meer dan 5 keer op 5 dagen in de week. Dat je ook 2 dagen weer even kunt herstellen. Ja. Antibiotica, dus medicijnen, hoe beïnvloedt dat zeg maar de darmen? Dat maakt natuurlijk ook je goede darmbacteriën een beetje kapot. Dus wat gebeurt er nou precies dan met antibiotica? Want dat is iedere keer, daarna krijg je heel vaak schimmels, ontstekingen. Ja, je kan er gewoon de klok op gelijk zetten als je antibiotica zorgt direct krijgt. Voor een veranderd microbioom, direct. En het goede nieuws is dat zo'n darm zich ook best wel weer kan herstellen. Maar daar moet je echt wel even moeite voor doen. En sommige darmen herstellen zich niet. Want die blijken dan de bacterie Clostridium difficile te hebben. En die krijgt ineens de gelegenheid, omdat zijn goede vrienden, die daar een beetje de boel stonden te verdedigen, die zijn weg. En dan kan die lekker opkomen. En dan krijg je aan één stuk door diarree. En dat blijft dan maar gaan. En dus van binnen is de boel helemaal door elkaar geschuffeld en niet meer in balans. Ja. En wat interessant is om te vermelden, is dat die aandoening eigenlijk de beste behandeling daarvoor nu, en dat is echt, dat wordt ook gewoon in ziekenhuizen al gedaan, is transplantatie van ontlasting. Dus dat noemen we fetustransplantatie. Dat staat toch nog best in de kinderschoenen, hè? Of is dat toch wel iets wat... Ja. Wat jij ziet doorzetten? Nou, wordt alleen maar bij deze aandoening gedaan. Ja. Dus dan krijg je door een slangetje poep binnen in een capsule. Maar het is toch even simpel gezegd, je krijgt poep binnen van een ander. Het is gewoon poep van de ene darm in de andere darm. Dus een gezond iemand. En die ontlasting wordt dan natuurlijk wel zo goed en kwaad als het gaat nagekeken. Want waarom heeft dat nog niet veel meer toepassing? Nou, ten eerste moeten wij altijd eerst bewijs hebben daarvoor dat het werkt. Maar we moeten bovenal ook weten dat het veilig is. Ja. Want misschien zit er een bacterie in die juist het nog slechter maakt. Of een virus. Of een virus. Want er zit zoveel in 1 capsule. Daar zit veel meer aan micro-organismen in dan we ooit in zakjes probiotica uit de winkel kunnen halen. Dat is echt een hele fabriek die je naar binnen krijgt. Dus daar zitten ongetwijfeld ook nog micro-organismen in die we nog niet eens kennen. Dus ja, daar moet je wel mee uitkijken. Ja. Afsluitend, je noemt het zelf al, de pre- en de probiotica. Dus dat, wat kan dat dan doen? Je hoort steeds vaker, als je dus antibiotica neemt, moet je daarna probiotica nemen. Ja.
Ja, als je gevoelige darmen hebt en je krijgt een kuur van je huisarts voorgeschreven, dan valt er wat voor te zeggen om bij die kuur ook meteen probiotica te starten. En laat je dan even voorlichten door ofwel een hele goede vitaminewinkel of een therapeut die er verstand van heeft. Want het gaat erom dat je dan een probioticum neemt. En vaak kost dat best wel wat. Zo'n kuur kost al gauw €40 of zo. Dus laat je niet met de goedkoopste afschepen, want daar heb je niks aan. Want het moet zo hoog mogelijk veel stammen. Dus in de zin van aantallen, ja. Maar ook veel verschillende stammen. Dus zoveel mogelijk verschillende stammen, zo hoog mogelijk gedoseerd. En dat is een soort poedertje, dat los je op in water. En dan is het advies om dat tussen de antibiotica door. Dus stel dat jij 3 keer per dag antibiotica moet slikken, dan doe je tussen die antibiotica door een zakje van die probiotica erbij. En dan hoop je dat je op die manier die darm wat meer in balans houdt. En dan zeg ik altijd, ga nog even door met die probiotica, ook na de kuur. Ja. Want het is wel zo helaas dat die probiotica ook heel snel weer verdwijnt uit de darm. Het is niet zo dat je die zakje slikt en dan heb je voor de rest van je leven een goed microbioom. Die moet je ook weer voeden. Ten eerste moet je die weer voeden. En ten tweede blijkt dat ze gewoon niet zo heel makkelijk hechten. En dan is er niks op tegen, ook als je last van je darmen hebt, om er gewoon wat langer mee door te gaan en te kijken, wat heeft het voor effect op mij? Nou, ik heb weer heel veel geleerd. Die darm, wat een fascinerend onderwerp. Ja. Ja, ik denk dat we daar nog de komende 10, 20 jaar nog heel veel uit gaan halen. Denk je dat... We gaan er ontzettend veel over horen. Ja. En ik denk ook dat in de nieuwe opleidingen dat er echt wel een vak microbioom gaat komen. Ja. Maar ja, wat het moeilijke is met dit vak is dat onderzoek daarnaar doen is ontzettend moeilijk. Ja, omdat er zoveel verschillende parameters zijn. En het gaat om mensen. Dus het is de vraag, is het anders. Ethisch om dat te doen? En hoe kun je nou aantonen dat het dat was? Kijk, want die muizen die hebben... Ja, die hebben eerst steriele darmen. Heel dus dan kan je iets ingooien en dan denk je dan, wat is het effect? Maar dat kan bij een mens natuurlijk niet. Nee. Er zijn inderdaad veel meer parameters waarvan je kan denken, ja, lag het nou daaraan? Heeft hij nou toevallig slecht geslapen? Of had hij nou een ruzie met zijn vrouw enzovoorts? Ja. Ja. Ontzettend bedankt. Graag gedaan. Kijk jij ook graag naar onze uitzendingen? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot ziens.